Mijn naam is Stef Arnouts. Ik ben loonbedrijf Arnouts uit Loenhout. Wij zijn actief in agrarisch landbouwloonwerk van zaaien tot oogsten. Ik ben mede zaakvoerder samen met mijn twee zusters en mijn vader. Mijn vader is begonnen met het landbouwloonwerk in het jaar dat ik geboren ben. Dus het loonwerk bloed is van kleins af aan bij mij aanwezig geweest. Wij zijn als loonbedrijf in contact gekomen met een schuitenmakerwagen die bij onze John Deere dealer stond. En dat is ons toen zo goed bevallen. Toen hebben we dezelfde week nog twee nieuwe Rapides 2000 gekocht. We hebben in totaal 7 schuitenmakermachines. Als er zoveel schuitenmakermachines op één bedrijf staan, heeft naar mijn gevoel toch een betekenis. Bij ons in de grasoogst ja, is er altijd al één uitspraak. Ja, pik die schuitenmaker maar aan en we gaan rijden. Ik ben Roel en ik ben chauffeur-arbeider bij Arnouts Loonbedrijf. Het is onvoorstelbaar wat die wagen kan verzetten. Vooral in het mechanisme van het oprapen. Een slepende pick-up geeft meer bodemvrijheid, gelijk met een stekende pick-up. Dus je kunt hem als dubbel doel gebruiken. Je kunt er maïs mee vervuren, je kunt er gas mee vervuren, je kunt er alles veilig mee vervuren. Snijkwaliteit is heel goed. Het is heel kort gesneden. Het is heel belangrijk dat er geen proppen in zitten. Die gaan heel vast in elkaar zitten en de beesten die laten die gewoon liggen in de voederkrip. Qua bediening is heel interessant. Volg dat heel schoon, het remt heel goed. Het is tip-top in orde. In die 25 jaar heb ik nog nooit geen pannen gereden mee. Een lust om mee te rijden. Als ik hem moet aanbevelen aan een collega loonwerker, ik zou het hem zeker aanbevelen. Ja, betrouwbaarheid, kwaliteit, capaciteit. Maar langs de andere kant liefst niet in de geburen. Maar daar heb ik concurrentie bij. Met mijn hand op mijn hart draag ik de vlag van schuitenmaker dus.